Hi allemaal, vandaag gaan wij het hebben over muziek luisteren en natuurlijk over de tech gadgets die daarbij horen, zoals speakers. En deze heb je echt in allemaal soorten, maten en designs. We hebben 3 verschillende speakers te leen gekregen en de afgelopen tijd getest. En in samenwerking met Hi-Fi Clubben gaan we het in deze video hebben over onze muzieksmaak en wat we van deze speakers vinden. Dus laten we snel beginnen. Dit is mijn favoriete plekje om te zitten in de woonkamer. Welkom in mijn appartement. Vanaf het moment dat ik opsta totdat ik weer ga slapen, staat mijn muziek meestal al aan. Het geeft mij energie op een meestal vermoeiende ochtend. Vaak stream ik mijn muziek via Spotify en mijn favoriete afspeellijst op dit moment is Electrindy. Deze muziek is lekker rustig, maar ook weer niet te rustig. Zeker niet slaapverwekkend en er zit gewoon wel vaak een goede beat onder. Dus perfect om mee wakker te worden. Wanneer je voor een speaker gaat zoeken, dan kijk je misschien het eerste naar design. Maar ik vind toch het beste geluid wel echt het allerbelangrijkste. Dit is de NAD D3020 versterker met Dali Opticon 1 speakers. Het geluid dat uit deze stereo set komt is heel erg helder, wat echt perfect is voor bij muziek, maar ook natuurlijk wanneer je aan tv kijken bent. En gelukkig is dit design ook nog heel erg mooi en vind ik het heel erg fijn dat deze versterker gewoon heel erg klein is, waardoor hij nog perfect in mijn interieur past. Taal en ik werken samen aan ons YouTube-kanaal en aan onze blog Endless Weekend. En dit samen is echt een fulltime job. Daarom zien we elkaar ook bijna elke dag. En dat is gelukkig hartstikke gezellig en helemaal niet erg, want naast zussen zien we elkaar ook echt als besties. De laatste tijd werken we vooral vanuit mijn woning. Hier hebben we lekker veel ruimte om aan de slag te gaan. En het is hier eigenlijk ook bijna altijd lekker licht. En dat is natuurlijk ideaal voor als we aan het filmen zijn en fotograferen. En tijdens het werken hebben we ook heel graag de muziek aanstaan. Naast geluid vinden wij design ook super belangrijk. Dit is de BioPlay BioLid 17 en hij is strak, mat en vierkant. Een speaker zoals deze kan je makkelijk zichtbaar in je kast neerzetten tussen al je andere accessoires. En het mooie is dat deze ook nog eens prachtig geluid maakt. Het is een draadloze speaker en met je telefoon kan je dan via Bluetooth connecten en dan kun je muziek luisteren. En het toffe is dat er geluid komt aan alle kanten. Het is echt een 360 graden speaker. Stel dat ik maar 1 favoriet nummer zou mogen kiezen uit alle nummers die zijn uitgebracht, dan zou ik zeggen Michael Jackson met Earth Song. Dit nummer geeft me elke keer weer kippenvel, omdat het gewoon zo'n krachtig nummer is, met ook een belangrijke inhoud. En eigenlijk, tot op de dag van vandaag, is de tekst nog steeds relevant. En dat is eigenlijk ook wel een beetje verdrietig. Als je mij zou vragen wat mijn hobby is, dan zou ik toch wel moeten antwoorden dat ons YouTube-kanaal en onze blog de allergrootste hobby is. Daarnaast vind ik het ook heel erg leuk om lekker uit eten te gaan, chillen en afspreken met vrienden en natuurlijk ook reizen. Wat wij altijd in onze tas gooien is een speaker. Dit is de Denon Envaya Mini. Deze is bijvoorbeeld ideaal voor on the go, want hij is compact, draadloos en hij gaat lang mee. En daarnaast is hij ook nog eens waterproof en hij kan tegen stof, dus je kan hem gewoon zomaar in je tas gooien. Hij is handig voor op reis, maar ook als je gewoon op bezoek gaat bij vrienden of als je naar het park gaat of misschien zelfs naar het strand. En er komt ook nog eens heerlijk geluid uit. Qua muzieksmaak zit aan ik best wel op één lijn. Vroeger zijn we eigenlijk opgegroeid met van alles en nog wat. Denk aan Destiny's Child en NERD aan de ene kant. Maar aan de andere kant Slipknot en Korn. En op dit moment luisteren we eigenlijk wel vooral veel elektronische muziek. Denk aan Sun Holo, Fred Free and Graphics, Bonobo, Flume. Maar op het gebied van uitgaan, dan zitten er toch wel een beetje wat verschillen in onze smaak. Maar over het algemeen houden we er gewoon van als een muziek een goede beat heeft, lekker up tempo is en gewoon een goede melodie heeft. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, geef hem even een duimpje omhoog. En laat ook even in de comments weten van welke muziek jij houdt. En welke van deze 3 speakers jij het liefste in je huis zou willen hebben. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!